Nou, waarom Good Habit? Uh, aankomend doen is drukvrij, uh, zoals iedereen weet. En Good Habit is een echt Eindhoven bedrijf. Al een aantal jaren lid van onze businessclub, dus geen onbekende. En een aantal maanden geleden ben ik met Maarten aan tafel gaan zitten van wat kunnen we nog meer doen in de toekomst. Ja, zij zijn zo ambitieus, wij zijn ambitieus, en in één keer kwam er dit uit: een fantastische partnership voor vier jaar, van het eerste jaar op de rug, daarna volgend er nog drie jaar partnership. Dat betekent echt hoog in onze sponsorpyramide. Levert dit PSV nou uh, extra geld op? Want uh, daar hopen jullie natuurlijk op. Dat is, dat is jullie doel om uh, meer geld uit die sponsoring uh, te halen? Nou, het doel is inderdaad dat er meer geld uitkomt. Dus niet alleen voor ons, maar ook voor Good Habits. Uh, daar geloof ik heilig in. Dat wij echt elkaar moeten versterken, zodat zij meer verkopen. Zodat ze nog tevreden zijn met ons en dat we daardoor samen door kunnen groeien. Maar natuurlijk levert ons dit geld op en de waarde van het shirt gaat zo omhoog. Dat is natuurlijk wel lastig, want ja, je had maar één seizoen weg te geven. En daarna komt energie direct weer terug naar uh, de rug. En jullie willen in principe natuurlijk vooral langdurigere contracten. Goed, dat doe je hiermee dan ook. Was het lastig om daar dan een bedrijf voor te vinden dat dan voor één seizoen op de rug wilde komen? Nou, die trajecten liepen natuurlijk parallel. Dus er was inderdaad meerdere ballen tegelijk in de lucht houden. Maar zowel bij energiedirect.nl als bij Good Habits hebben we gewoon een partner die voor meerdere jaren ja, zich aan ons gebonden heeft. Dus wat dat betreft zijn we daar super in geslaagd. Dus was het moeilijk? Het viel allemaal goed uiteindelijk met heel veel ja, goede discussies aan beide kanten. Um, dit is de rug voor komend seizoen. Ja, de vraag die dan nog open staat is: uh, hoe zit het met de buik vanaf na komend seizoen? Zijn jullie daar ook al iets dichter bij, iets of is dat echt nog allemaal veel te vroeg? Nee, dat is echt veel te vroeg. We zijn nu echt aan het oriënteren. Uh... Welke strategie gaan we daarop loslaten? Waar gaan we zoeken? Wat gaan we zoeken? We hebben nu echt hebben we de rug, nu hebben we nu voor drie jaar bedekt. We hebben twee hele mooie partnerships met EnergyDirect.nl en Good Habits nu kunnen afsluiten. Dus nu gaan we verder kijken. Nou, nu in ieder geval wel weer een Eindhoven's bedrijf eh, terug op het shirt. Na een paar jaar EnergyDirect Direct eh, heb je in ieder geval weer iets echt Eindhoven's. Iets echt Eindhoven's. En zoals ik al eerder heb gezegd, ook Philips is ooit heel klein begonnen in Eindhoven. Dus God weet wat dit kan eindigen.